Ik weet niet hoe we het beginnen, de grap. Maar is de grap niet al gemaakt nu? Weet ik niet. Oh no. Hallo China of zo. Jij bent de acteur. Oké. Okay. Ja, oh, want de vorige keer was jij de acteur. Ja. Het was iets van Na fam. Na fam. Ik laat het over aan Tom. Ja, ik dacht in plaats van hallo China is van hallo Nintendo. Square Enix. Game gerelateerde bedrijven. Oh, slim. Ik snap hem. Wacht. Go. Ja, go. Hallo Nintendo. Hallo Square Enix. Xbox, you wait. Yo, hallo. That you had you could. Ik ben door de bedrijven heen. Ja, was hij er? Was het goeie? Laat weten in de reacties of dit super grappig is of niet. Ja. Hi. Welkom terug bij een nieuwe Hot Coffee Show. Ja, dit was erg goed. Erg sterk. Comedy fucking gold hier. Ik hoop zo dat we in een cringe compilation komen nu. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ik hoop het echt. Hallo Nintendo. Hallo Square Enix. Xbox, you wait. Yo, hallo. Gewoon de E3 cringe compilation van I don't know, fucking PewDiePie. Dit is een topstuk. Dit is de clickbait. Dit is inderdaad de click. We gaan ook, de thumbnail wordt ook jij met 3 telefoons. Ja, dit is meme approved. Zo werkt het internet. Fijn. Hi, Hot Coffee Show. Welkom terug bij een nieuwe Hot Coffee Show. Yeah. We hebben Hot Coffee, dus jij hebt Hot Coffee. Nou, hij is wel inmiddels alweer lauw, want ik heb hem even in de studio laten staan. Maar goed, ik bikkel daar gewoon doorheen. Wat is Engels voor lauw? That you had... Lukewarm. Lukewarm Coffee Show. Lukewarm Coffee Show. Lukewarm Coffee Show. Cheers. We kregen een stelling niet binnen. Volgens mij had dit zelf verzonnen. Ja, het is bedacht volgens mij. Maar wel een beetje aan de hand van de dingen die we horen van jullie op de website. De dingen die gezegd worden. Het speelt. Het speelt. Nou, het kwam oorspronkelijk van Akeo. Die had het over dat we eigenlijk misschien wel moeten stoppen met het vergelijken van games. Ja. Maar toen zette mij dat aan denken. Toen dacht ik, we kunnen het ook hebben over dat vergelijken. Dat gebeurt natuurlijk omdat... games volgens velen steeds meer op elkaar lijken. Ja, minder verschil. Nu even voor de edit. Games lijken te veel op elkaar. Ja, je hebt ook al nu al de volgorde van de woorden bepaald. Dit is heel fijn voor degene die dit gaat editen. Ja, nee, dan weet je meteen van, oh, zo wil je het. Ja. Alsjeblieft. Ja, nou, bij het is, deze. Het is een stukje regie al bij het opnemen. Wauw, wat meta. Ja. Holy shit, netjes. Oké, leuke stelling. Niet mee eens. Jij vindt dat games niet te veel op elkaar lijken? Nee, ik zou zeggen dat juist nu zijn de games gevarieerder dan ooit, want er zijn er meer. Ik bedoel, dat sowieso. De game-industrie is alleen maar gegroeid. En vroeger wou elke game, I don't know, Super Mario Bros. Nadoen. Dat was allemaal, weet je, vroeger was alles 2D. Nu hebben we ook een derde dimensie erbij. Je hebt dingen online, je hebt dingen singleplayer. Je hebt, natuurlijk, als je bij de AAA-games kunt gaan kijken, dan heb je natuurlijk wel zoiets van, oh, ze willen heel veel dingen van elkaar afpakken. En natuurlijk, nou, Battle Royale speelt, waarschijnlijk is elke ontwikkelaar nu bezig met Battle Royale proberen te kopiëren of zo. Maar ik zou zeggen dat als je het complete aanbod bekijkt, dus ga gewoon lekker op Steam kijken en alle fucking indie-games die er zijn, ik zou zeggen dat het uiteenlopender dan ooit is. Gewoon statistisch gezien moet dat zo zijn. Ja, dat moet, omdat er inderdaad meer games zijn, maar je noemt nu inderdaad ook al de AAA-games, de mainstream-games. Zijn er wel, denk ik. Ik vind dat persoonlijk nooit zo erg, maar je hoort natuurlijk wel geluiden altijd community van joh, open world wordt tegenwoordig heel vaak gedaan. Ja. RPG-elementen worden bij sommige games skill trees met de haren erbij gesleept. Ja, we snappen dat dit ooit populair was, maar god alle jezus, denk er eerst even over na. Want of het wel iets voor jouw game is. Ja, en of het wel past en of je niet ook gewoon een skill tree hebt waarin je eigenlijk meerdere takken hebt. Ik vind het altijd een beetje bij Assassin's Creed. Takken? Ja, je hebt toch altijd branches? Zeg maar, je kan dan meerdere kanten op. En bijvoorbeeld als je dan een Skyrim pakt, dat is echt een RPG-game. Daar kan je niet en een mage zijn en een warrior. Je moet lang genoeg leveled wel. Ja, maar je moet aan het begin van de game kiezen/een beetje hybriden kan ook. Maar er zit echt roleplaying in. Terwijl bijvoorbeeld in de laatste Assassin's Creed, dan heb je warrior range en seer. En seer is dan met dieren en zo. Mm-hmm. Maar gewoon puur gameplay technisch is die game al, wordt al te makkelijk als je gewoon investeert in één kant. Het is meer een soort van de warrior en de boogkant hebben echt nut. En die seer is een beetje gimmicky. Vind ik het leuk om lijken te vergiftigen. Oké,
Maar dat is een andere discussie, denk ik. Nou ja, ik bedoel meer te zeggen dat dat dan met een beetje echt met de haren erbij gesleept is. Ja, ja. En, maar dat is... Ik denk dat... Kijk, en dat zeg je natuurlijk ook omdat het veel in mainstream games gebeurt. Ik denk dat het daarom ook mainstream games zijn. Want ontwikkelaars zien gewoon... Dit zijn de dingen die populair zijn onder de meeste mensen. Dus gaan we die proberen te kopiëren of zelf te implementeren op een andere manier. Dat zie je natuurlijk altijd. Ja. Dat maar is zeker waar. Als je het gewoon neemt over alle games... Gewoon alles wat er is op alle verschillende platformen. Hel, trek mobile gaming er ook lekker bij of zo. I don't know. Dan zou ik zeggen dat het gevarieerder dan ooit is. Nee, dat is waar. Weet je, het is ook niet alsof games verdwijnen. Je hebt nog steeds het gigantisch aanbod. En nu is het aanbod het grootst en het gaat alleen maar groter worden. Er gaan waarschijnlijk geen games verdwijnen. Er komen er alleen maar meer bij. Dus statistisch gezien komt er alleen maar meer variatie, zou ik zeggen. Maar vind jij ook dan dat wat jij hebt het net over, dat vroeger wilde iedereen Mario Bros. Nadoen. Ja. Maar dat komt denk ik omdat je vroeger... was het in principe de instap, de drempel om een game te kunnen gaan maken was hoger. Dus bijna eigenlijk elke game was mainstream in die zin. Omdat alleen de grote bedrijven echt heel vroeger dat konden permitteren om uit te geven, weet ik het. Ja, okay. Nu is het makkelijker in die zin om iets van een indie te ontwikkelen. Met alle respect naar indies hoor. Nog steeds respect voor die mensen die zich daar aan devoten. Maar als je nu gewoon kijkt naar die mainstream games... Dan heb je het al over het kopiëren van elkaar, dat verkoopt makkelijk. Maar is er dan alsnog nu, dat er meer opties zijn, meer variatie daarin? Dat weet ik niet. Ik zou zeggen van wel. Er zijn meer platformen, er zijn meer technieken, er zijn meer spelers, er zijn grotere doelgroepen. Ik denk dat nu... Kijk, tuurlijk, als je het echt over de mainstream hebt en de dingen die op E3 aangekondigd en gehyped gaan worden en zo, dat is misschien wel veel... knip- en plakwerk zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Van, oh, wat is hip in die game, dan willen wij dat ook, want dat verkoopt goed. Maar tegelijkertijd, I don't know, nee, ik zou zeggen dat je alleen maar meer variatie krijgt. Of in ieder geval de mogelijkheid tot variatie groeit ook alleen maar. Of het toegepast gaat worden is een tweede. Maar het is niet zo dat je kan zeggen van, we hebben alle soorten games, nu alles bedacht en is gemaakt. Nee, er kan altijd nog iets nieuws in komen. Nou, wat ik ook wel heel grappig vind, is de vraag van, ja, is dat erg? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar de God of War, de Dark Souls, de Assassin's Creed, de latest soort van third-person action-adventure-achtige games. Okay. Qua vechtstijl, qua combat, hebben die allemaal wel iets van elkaar weg. Maar ze doen het allemaal wel heel erg op hun eigen manier. En ja, tuurlijk. Ik vind zo'n stukje herkenning soms juist ook wel heel fijn. Dat ik... Ja, mensen houden van herkenning. En daarom krijg je ook als er een nieuwe game uitkomt, gaat iedereen het ook vergelijken. Ik bedoel, de meme is natuurlijk al jaren dat gamejournalisten van alles als het moeilijk is dat ze zeggen van, oh, ik wil het vergelijken met Dark Souls, weet je wel. Dit is de Dark Souls van de puntje. Ja, 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 ja. Wat natuurlijk een beetje cliché is geworden en nu ook een soort van ironisch in wordt gezet. Maar nee, als mens zijnde en als gamer zijnde vind je het ook natuurlijk fijn om bepaalde dingen, concepten te kunnen herkennen. Zodat je dan dat je er al wegwijs in bent en dergelijke. Maar dat gaat niet ten koste van de variatie, zou ik zeggen, in games. Nee, want dat zou dat in ieder geval niet hoeven gaan. Ik denk ook dat je bepaalde concepten kan pakken en dat kan combineren. Weet je wel, wat jij ook zegt, je eigen swoon eraan geven. Dan heb je en de herkenning, maar ook iets nieuws. Ja, en dus... je merkt ook wel dat met zoiets als dit, alleen al de reden dat wij deze discussie hebben, op een gegeven moment worden mensen ook moe van een bepaalde stijl. Bijvoorbeeld om dan maar weer God of War als voorbeeld te pakken. De oude God of War had natuurlijk een typische hack and slash. Ja. En daar zijn wij sinds een aantal jaar als gamers al best wel moe van. Je merkt heel erg dat te simpel qua stijl is. Dus we willen wat meer, iets meer tactiek erin. En dan zie krijg je ook een skill tree bij de haren erbij gesleept. Nou, maar dat is dus een ding. Je merkt wel dat bij zo'n game als God of War, dan durven ze het risico te nemen om gewoon compleet, nou, het is een compleet, om in ieder geval best veel van hun oude concept af te stappen. Ja. Omdat het niet meer van deze tijd is. Ja, maar dat is ook, je ziet gewoon dat sommige ontwikkelaars dus wel de moeite nemen om proberen te vernieuwen en niet alleen maar in hetzelfde stramien te denken. Ja, in ieder geval niet hetzelfde stramien van zichzelf. Want natuurlijk, God of War heeft vergelijking met moderne games, maar het is natuurlijk wel bijzonder omdat dat zo'n serie dan ook wel mee durft te gaan met zijn tijd. En dat heeft in principe Assassin's Creed natuurlijk ook gedaan, min of meer. Dus ik denk wel dat ik denk dat games wel veel op elkaar kunnen lijken. Maar ik denk is ook niet erg als het dat een beetje doet? Nee, maar ik denk ook dat het te maken heeft met een bepaalde tijd waar je in leeft. Ja. Dit is bijvoorbeeld de tijd van dat beetje, qua action-adventure games dan, third person, van dat beetje Dark Souls Witcher-achtige vechten. Dat is heel erg, dat omschrijft ook deze periode van games. Ja, zo gaan we er ook op terugkijken. Hetzelfde heb je bijvoorbeeld, want je haalt natuurlijk de hele tijd God of War erbij, maar ik wil graag een andere cliché erbij halen. En dat is dat Battle Royale.
ik denk dat nu alle shooters zijn nu aan het proberen van kunnen wij zoiets ook implementeren in onze games. Ja, dat gaan ze ook op hun eigen manier doen. Ja, je ziet Call of Duty heeft een prototype runnen met van iets van een Battle Royale-achtig ding. Battlefield schijnt ook te testen met kunnen wij dit ook implementeren in Battlefield 5 en dergelijke. Ja. Dat is niet erg. Het gaat niet, tenminste zolang het niet ten koste gaat van de variatie. Maar ik zou denken dat als games echt niet meer gaan variëren en als ze echt alleen maar op elkaar gaan lijken, dat gamers daar op een gegeven moment ook moe of mur van worden. Ja, dat is en dat ze dan uiteindelijk dat er ook een motie komt en een movement komt van we willen weer vernieuwing in games. Ja. Ik denk dat zijn sowieso altijd soort van wisselwerkingen die altijd gaan. Enerzijds wil je herkenning en wil je concepten die je kent, anderzijds wil je ook iets nieuws. Dat is een soort van fijne balans die alle gamers van zoeken. Alle communities zijn gamers daar toch wel denk ik het meest kritisch in. Het is best een kritische community. Ja, op zich wel. In veel dingen. Veel gamers nemen het al vrij snel en gewoon wel heel serieus ook wat ze spelen. Ja, nee, best tuurlijk. Kritisch vol. Het is de meest geëngageerde vorm van entertainment, zou je kunnen zeggen. Je zit erin, je speelt het zelf, dus je hebt er natuurlijk wel iets over te zeggen. Een film kun je ook heel, heel passief kijken, terwijl een game natuurlijk altijd heel actief is. Dus dan heb je dat, qua game zit je er al iets meer in. En dan zou ik zeggen dat je daar ook een veel fijnere smaak in kunt krijgen. Ja, dus ik denk bottom line. Games lijken af en toe wel een beetje op elkaar. Is niet slecht. Maar ze helemaal niet erg. Dat betekent helemaal niet dat we uitgeïnnoveerd zijn. Dat nee, is eigenlijk nee, wat je absoluut zegt. Niet. Nee, we zijn sowieso niet uitgeïnnoveerd en het lijkt op elkaar. Zie het als een herkenningspunt. Het zou ook raar zijn als de volgende God of War opeens weer die hele oude stijl heeft. Ja. Dat die volgend jaar al uitkomt. Dat is ook gewoon niet slim rendementsdenken. Je ziet toch gewoon dat dit nu goed werkt, dus moet je hierop capituleren. Niet iets, niet en dat anders. Is marketingtechnisch ook logisch. Maar ook precies. Voor onszelf, herkenning. Herkenning is belangrijk. Ja, herkenning is belangrijk. Ik vind dat we een heldere discussie hebben gevoerd. Ja, Mag ik even reviewen hoe we de Hot Coffee Show hebben gedaan? Ja, graag. Het was helder. Het was to the point. Er zijn wat leuke soort van rebuttals geweest. Van dat is een beetje you come to me, I come to you. Ja. Het is heel erg meet me in the middle een beetje. We hebben ook niet tegen elkaar gediscussieerd. We hebben iets wat op tafel lag. Ja, hebben we gewoon samen gemold. Als een ui met lagen. Wauw, ontpellen. Nou, prachtig. Eigenlijk is de Hot Coffee Show gewoon veel leuker als je echt kamp A en kamp B hebt en gewoon clashen en nooit sowieso, op een punt net komen. Niet op de vuist gaan. Nee, keer, precies. Dat zijn de Hot Coffee Shows die we willen. Nu gewoon niet gehad. Ja. Wil je dat wel? Laat dan een stelling achter in de reactie waarvan je denkt, er zijn echt sowieso twee mensen daar die het echt compleet niet met elkaar eens zijn wat betreft dit. Vertel ons ook wie je wilt zien of zo. Zeker. Van, ik wil wel horen tegen die. Over dit en Tom over dit en zet ze alsjeblieft in één ruimte en hou ze uit elkaar. Fit die gewoon. Oké, en natuurlijk reageer ook op de stelling van deze week die Salim zelf mooi bedacht heeft. Maar vind jij dat de game-industrie gevarieerd genoeg is? Of er nog wel genoeg te innoveren valt? Of dat het allemaal een beetje eenheidsworst is nu? Laat het ons weten. Laat het ons weten. Hot Coffee Show, jij, doei. Doei. Doei.